Focus hier en leuk dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over een aanzienlijke daling in de aandeelprijzen. Want als je kijkt naar de laatste weken is het eigenlijk alleen nog maar omlaag aan het gaan. Sommige sectoren zoals de technologie worden wat minder hard geraakt. Maar andere sectoren worden weer heel zwaar geraakt. Dus gaan we in deze video nou kijken van wanneer moet je nou instappen of moet je nou nog heel veel wachten. Maar voordat we beginnen zou ik het echt waarderen als je nieuw bent nog heel even te abonneren. En een like is altijd welkom. We weten allemaal dat 18 maart het dieptepunt was voor de Dow Jones. Het was op dat moment namelijk 18.591. En sinds die dag is het eigenlijk zo snel gegaan met de aandelenmarkt. Echt elke week werd gewoon met winst afgesloten. Het was echt niet normaal. De ene week ging nog beter dan de andere week. Maar tot 3 weken geleden is het eigenlijk een beetje gestopt. Een beetje stagnatie in de groei van de aandelenmarkt. Of misschien zelfs eigenlijk nog wel beter gezegd, toen werd de volgende daling ingezet. Want er werd natuurlijk heel veel gesproken over de V-shaped recovery. Nou, de letter V spreekt natuurlijk voor zich. Eén schuine lijn omlaag om vervolgens met één schuine lijn weer terug te keren naar het oude niveau. En heel veel mensen hebben natuurlijk baat bij zo'n V-shaped recovery. Want we weten allemaal dat in november de presidentsverkiezingen weer zijn. En Trump wil natuurlijk dan kunnen aangeven van ja, we hadden inderdaad een enorme financiële crisis. Maar door mijn aanpak is het allemaal weer heel snel hersteld. Stel je voor als het op een gegeven moment in de buurt komt van november en de markt is inderdaad weer omlaag aan het gaan. Heeft het natuurlijk alleen maar negatieve invloed. Dus je ziet dat er ook heel veel belang is bij een heel snel herstel. Want stel je voor, na november zakt het weer in elkaar en Trump is verkozen voor 4 jaar. Ja, dan heeft het wat minder impact natuurlijk, want ja, hij zit er weer 4 jaar. Dus dat zag je ook echt heel duidelijk, dat iedereen die een beetje er belang bij had dat de economie snel zou herstellen, zich daar ook echt over uitsprak van oké, dit gaat ook heel snel herstellen. Maar er waren natuurlijk ook heel veel economen die daar al tientallen jaren mee bezig zijn. En die waren natuurlijk een beetje sceptisch, want heel veel mensen vertrouwden die stijging totaal niet. Vooral omdat natuurlijk de Federal Reserve heel veel ging opkopen. En dit geeft aan dat het opkopen door de Centrale Bank van Amerika heel veel invloed heeft. Je ziet namelijk dat de Federal Reserve een beetje gas terugneemt en je ziet meteen de reactie op de S&P 500. Dan is er dus eigenlijk sprake van dat de markt kunstmatig in leven wordt gehouden. Maar oneindig schuld opbouwen is, ja, dat is natuurlijk ook geen optie voor de Federal Reserve. Dus ze moeten wel iets van gas terugnemen. En 8 juni was het toppunt van de balance sheet van de Federal Reserve en het was ook de toppunt van de Dow Jones en de S&P 500. Nou, dat kan natuurlijk geen toeval zijn. En sinds 8 juni, dat natuurlijk het toppunt was van de Dow Jones en de S&P 500, is het vrij vlot weer omlaag gegaan. Want de Dow Jones is namelijk gezakt met 9,27%. S&P 500 is ook gezakt, maar al ietsjes minder, namelijk 6,91%. En natuurlijk, de Federal Reserve heeft heel veel invloed op inderdaad de aandelenmarkt. Maar er is natuurlijk nog een reden waarom de laatste 2-3 weken het zo hard omlaag gaat. Want hè, de Dow Jones in 2-3 weken tijd bijna 10% omlaag. Dat is natuurlijk een behoorlijke daling. Maar de andere reden is dat er in heel veel staten in Amerika heel veel problemen zijn. Want je ziet namelijk dat er elke dag meer mensen geïnfecteerd worden. En natuurlijk, ik heb inderdaad wat berichten voorbij zien komen dat mensen zeggen, ja, dat komt door de testen. Er wordt meer getest en er zijn natuurlijk ook meer mensen die dan ook geïnfecteerd zijn. Maar het argument wordt eigenlijk direct ontkracht als je ook de cijfers erbij haalt van het aantal mensen die in het ziekenhuis belanden. Je zag namelijk sinds midden april een behoorlijke daling in de cijfers van als het gaat om dagelijkse nieuwe gevallen. Maar de laatste 2-3 weken gaat het weer de verkeerde kant op. En er zijn inderdaad bepaalde staten die harder worden getroffen. Texas is bijvoorbeeld een staat die hard geraakt wordt. En die komen echt in de problemen zoals we een paar maanden geleden hadden in Nederland. Dat je op een gegeven moment moet afvragen, is er wel genoeg plek op de IC om inderdaad al die mensen daadwerkelijk een plekje te kunnen geven. En het lijkt erop dus dat aankomende week heel bepalend gaat worden om te zien of ze inderdaad die capaciteit hebben om al die mensen op te vangen. Nou, dat geeft natuurlijk wel aan dat het daar op dit moment echt een crisis is. En dat heeft natuurlijk ook invloed op de markt. Mensen zien weer dat er in heel veel staten de verkeerde kant op gaat. Mensen zijn weer bang. Die denken, oh, de vorige keer toen natuurlijk de eerste golf daadwerkelijk begonnen was, zakte de aandelenmarkt hartstikke snel. Laat ik maar vast verkopen. Ik wil geen risico nemen. Je ziet ook bijvoorbeeld in de staten waar die echt zwaar getroffen worden, dat maatregelen weer zijn aangescherpt. Want eerst was het namelijk een beetje versoepeld. Cafés mochten weer open. Restaurants mochten weer open. Nu moeten enkele restaurants en cafés moeten gewoon weer dicht. En andere restaurants, cafés of andere instellingen moeten hun capaciteit weer verlagen. Dus je ziet inderdaad dat er weer maatregelen worden genomen om er inderdaad voor te zorgen dat ze het weer een beetje in de hand hebben. En die maatregelen hebben natuurlijk ook weer impact op de aandelenmarkt. Want als je kijkt naar de stijging van 18 maart tot 8 juni, ja, dan leek het eigenlijk of alles al opgelost was. Het perfecte scenario, dat was eigenlijk de verwachting.
Er kon niks misgaan. Vanaf dit punt zal de werkloosheid hartstikke hard omlaag gaan. Je zal zien dat bedrijven weer heel veel winst gaan behalen. Alles gaat weer open. 1,5 meter is op een gegeven moment niet meer nodig. Dat was een beetje het scenario als je keek inderdaad van die stijging van 18 maart tot 8 juni. Want dat ging echt hartstikke snel. En nu zie je dat het een beetje anders loopt. En daar hielden ze geen rekening mee. Vandaar dus ook weer die scherpe daling. Maar we weten allemaal, niemand kan een dieptepunt in de markt voorspellen. Dat is gewoon onmogelijk. Je kan het echt de knapste koppen vragen in de financiële sector. Het is gewoon onmogelijk. Dus daar moet je niet eens aan beginnen. Maar ik vertrouwde de stijgende koersen van de laatste maanden totaal niet. Ik heb natuurlijk wel mijn winst opgehaald. Maar om nu weer in te stappen voor een heel groot deel van mijn vermogen, ja, dat vertrouwen mis ik nu gewoon. Want het slechte nieuws stopt maar niet. Echt de laatste 2 weken het ene slechte nieuws naar het andere slechte nieuws. En het is ook niet zo dat dit probleem bijvoorbeeld met al die geïnfecteerden die heel snel toenemen, binnen een weekje zijn opgelost. Nee, dat gaat nog wel echt hele tijd duren. Want na de eerste golf in Amerika was de verwachting dat het eigenlijk niet meer erger kon. En we zien dus deze week, als je het kijkt naar het aantal gevallen, dat het inderdaad wel erger kan. En zoals ik al zei, in 1 week tijd is dit niet opgelost. Hier gaan weer maanden overheen. En Amerika, op dit moment, vooral de staten die nu zwaar getroffen worden, lopen achter de feiten aan. Want als er op een gegeven moment een hele snelle stijging is in het aantal geïnfecteerden, dan is er, dat is gewoon dweilen met de kraan open. En wat je de laatste maanden eigenlijk ook steeds vaker hoort, dat hoor je eigenlijk bij elke financiële daling of correctie, is de dead cat bounce. Dat is een veelgebruikte term en dat houdt eigenlijk in dat de markt kortstondig omhoog gaat om vervolgens weer een daling te hervatten. En de eerste stijging is er vooral dat mensen denken, oké, we gaan weer de goede kant op. Vooral veel nieuwe beleggers hebben dan weer valse hoop, want die kijken naar die aandelen, zien elke week dat het 3-4% omhoog gaat en denken bij zichzelf, oké. Perfect moment om in te stappen, want dit gaat alleen nog maar omhoog. De mensen die op 18 maart zijn ingestapt, ja, die hebben natuurlijk veel winst behaald. Maar de mensen die op 6 of 7 juni zijn ingestapt, ja, die staan natuurlijk weer in het rood. En de dead cat bounce is een terugkerende term, omdat het eigenlijk tijdens elke crisis zie je wel iets van een dead cat bounce. En je ziet het ook hier goed op het plaatje. Toppunt is hier dan geschetst vanaf het herstel dat het ongeveer 50% herstelt om vervolgens weer naar beneden te duiken. En de S&P 500 is sinds het dieptepunt van 18 maart met 44% gestegen. Dat komt dus echt in de buurt van die 50%. Het is niet zo dat het precies 50% moet zijn, maar het is vaak wel een indicatie dat het rond de 50% gaat zitten of tegen de 50% of net eroverheen om vervolgens weer omlaag te gaan. Nou, en dat zien we dus nu ook. Nu is het alweer bijna omlaag met 7%. En het is natuurlijk ook niet zo gek dat de Dow Jones hetzelfde laat zien, want die hebben namelijk sinds het dieptepunt van 18 maart een herstel gehad van 48%. Maar ja, die zijn nu ook weer 9% omlaag sinds 8 juni. Dus je ziet inderdaad dat we weer de andere kant op gaan. Het was een hele lange periode alleen maar omhoog, maar de laatste 3 weken gaan we langzaam maar zeker steeds verder omlaag. Maar nogmaals, niemand kan die bodem voorspellen. Wat je wel moet doen, is je verdiepen in aandelen. Je wilt niet afwachten met het opdoen van kennis, want voordat je het weet, is het gewoon echt te laat. Want het samenstellen van interessante aandelen kost gewoon tijd. Je moet je namelijk individueel met elk aandeel je echt verdiepen en je moet natuurlijk echt alles weten. En ja, daar gaat gewoon tijd in zitten. Je kan moeilijk denken van als het op een gegeven moment augustus is of oktober, ik zeg maar wat, en je denkt oké, nu wil ik instappen. En je hebt in al die periodes gewoon afgewacht, ja, dan ben je dus een hele tijd bezig om uit te vogelen van wat zijn nou de aandelen die jou aanspreken. En als jullie willen, kan ik een video maken met aandelen die ik in de gaten hou. Maar weet wel dat ik geen financieel adviseur ben, maar laat het zeker even in de comments weten als je inderdaad zo'n type video wilt zien. En juli gaat ook een hele belangrijke maand worden, want dan vraag je natuurlijk af, blijft het probleem in de VS wat op dit moment gaande is met het aantal geïnfecteerden, blijft het hetzelfde of gaat het beter of loopt het helemaal uit de hand? Want er zijn ook bijvoorbeeld nu heel veel staten die in de problemen komen met het aantal IC-bedden, dus de capaciteit is niet goed genoeg. Dus dat is allemaal een beetje afwachten, dat kunnen we natuurlijk nu moeilijk voorspellen. De tweede kwartaalcijfers zullen bekend worden en er zijn steeds meer berichten die naar buiten komen over zorgwekkende economische ontwikkelingen in consumentenuitgaven, achterlopende betalingen van bedrijven en hypotheken. Werkloosheid is natuurlijk een groot probleem en blijft ook heel lang een groot probleem, want deze week zijn er ook weer 1,5 miljoen mensen die in de VS die zich hebben aangemeld als werkloos. Dat is dus ook zoiets dat je denkt, ja, je kan inderdaad op een gegeven moment wel spreken dat de werkloosheid verbetert. Maar ja, als je begint bij 19% en op een gegeven moment is het 16%, 14%, 13%. Maar dan gaat een half jaar overheen of een jaar overheen. En dat is natuurlijk economisch gezien een enorme klap. Dus dat is ook heel belangrijk de aankomende weken / maanden om te zien hoe zich dat ontwikkelt. Als bijvoorbeeld de werkloosheid snel
afneemt, dat je op een gegeven moment onder de 10% zit, zullen mensen natuurlijk ook weer meer vermogen hebben om uit te geven. Zal je zien dat mensen meer consumeren, waardoor je dus ziet dat de economie weer gaat lopen. Maar stel je voor, het stagneert een beetje, of het kan zelfs misschien nog een beetje oplopen, want je ziet namelijk de laatste weken in de media heel veel nieuwsberichten voorbij komen dat steeds meer grote bedrijven veel mensen laten gaan. En ja, dat heeft natuurlijk ook een enorme impact, want als je ergens ontslagen wordt en je denkt met jouw kennis, oké, ik ben hier ontslagen, maar in mijn sector zijn er meer bedrijven. Als al die bedrijven mensen laten gaan, ja, dan kan je in jouw sector, jouw specialiteit natuurlijk niet zomaar weer werk vinden. Dus het komt echt een hele spannende periode aan. Ik ga het echt op de voet volgen en zoals ik al zei, als je een video wilt zien waar ik specifieke aandelen ga behandelen, laat dat dan zeker weten in de comments. Nu kom ik wel een einde aan deze video. Laat zeker ook eventjes in de reacties achter wat jij denkt wat er gaat gebeuren de aankomende maanden. Voor nu wil ik je wel bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.